sinds de oorlog in Oekraïne is de schijnwerper ook weer gericht op onze eigen krijgsmacht. Na jarenlang van bezuinigingen vanuit Den Haag hebben ze weer besloten om te investeren in de verdediging van ons land. Juist in dat jaar, dat oorlog dichterbij dan ooit is, werd de Koninklijke Marine gevolgd voor een videolancering. Gevechtswacht op post, gevechtswacht op post. Wij als marine zijn natuurlijk in staat bij te dragen aan de vrijheid die wij in Nederland ervaren. Er is oorlog in Europa en daarmee hebben wij ook te maken. We staan hier nu op een schip. Niet echt een heel groot schip. Ik zie hier een paar kasten liggen. Word je altijd hier gewoon veroordeeld tot het kleine schip of hoe gaat dat in zijn werk? Nou, als duiker kan je geplaatst worden op een mijnenjager. En dat is, dit is een mijnenjager. Wij doen een specifieke taak en met name op de Noordzee. En op de Noordzee jagen wij naar mijnen en bommen uit de Tweede Wereldoorlog. En die vinden we nu nog steeds terug en dat zijn er naar schatting nog 800.000. 3. Eerst testen en afvuren. 1. Afvuren. Moet ik me dan zorgen maken als ik het kanaal oversteek? Of want ik begin een beetje in de stress te raken. Dat hoeft niet. Ze liggen er in principe al meer dan 70 jaar. En ze rollen natuurlijk over de zeebodem heen. Wanneer wordt het wel een probleem? Als ze gaan graven met windmolenparken. We willen kabels aanleggen. Vissers. Vissers vissen ze heel erg op in hun netten. En dan wordt het wel een risico. Want die dingen, ja, ze kunnen nog steeds op scherp staan. En dan is er een kans dat ze exploderen. Hey, wat me wel opvalt, dat het hier best wel laag is. Ja. Waren mensen, mijnenjagers en zeelieden allemaal in de jaren 80 allemaal smurfen? Of? Nou, ik denk dat we sowieso volgens mij met de mensheid wel groter zijn geworden. Maar inderdaad, het is vrij klein. Ja. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de ruimtebesparing. Je wil natuurlijk zoveel mogelijk aan de binnenkant van je schip kwijt. Mm-hmm. En de mijnenjagers zijn gewoon niet zo heel groot gebouwd. Ben je nooit zenuwachtig als je dan naar beneden gaat? Onder water? Nou ja, je bent er niet echt mee bezig. Ik vind het is een stukje, als je erover nadenkt, dan is het best bijzonder. Alleen voor ons, wij zijn hier zo op getraind. We hebben een duikopleiding gehad, het duurt 9 maanden. En daar word je in elke scenario word je voorbereid. En je oefent het heel vaak. Ja, het is inderdaad een heel mooi beroep. En het is anders dan dat je misschien gewend bent. Alleen wij zijn zodanig getraind dat, ja, wij doen dit. Net zoals de mariniers. Ja, ik zou niet in een bos kruipsluipen. Dat is voor mij weer een hele andere wereld. En hier ben ik gewoon in thuis. Nou, dit is op zich het mooiste moment. Ja. Uiteindelijk, dit is een stukje laadje kleden. Dus iedereen weet wat hij moet doen. Roy die heeft gecontroleerd of alles open staat en of alles staat zoals het hoort. Hij heeft mij in principe aangekleed, dus hij weet er ook nu zeker van dat zodra ik mijn masker opzet, dat het goed is. En voor nu ben ik eigenlijk alleen maar bezig met wat moet ik gaan doen, wat moet ik meenemen, heb ik alles, mes, dieptemeter. Waarom heb je een mes bij je? Ja, dat is eigenlijk standaard uitrusting van een duiker. Op het moment dat wij ergens vast komen zitten onder water, moet je natuurlijk zelf los kunnen maken. Er ligt van alles op de zeebodem, waaronder ook visnetten. Nou ja, als ik bijvoorbeeld nu naar beneden ga en er zit misschien ergens een visnet en ik raak ergens verstrikt. Ja, ik heb niet oneindig lucht, dus dan wil ik mezelf gewoon los kunnen snijden. Dat is een stukje veiligheid. Kun je vertellen wat je net beneden onder water hebt gedaan? Nou ja, het zicht was niet heel denderend. Ik heb even bij de actieve roeren gekeken en daarna ben ik nog even naar de schroef gegaan. Wel wat aanslag, ik heb nog wat synchronodes bekeken, maar het zag er allemaal goed uit. Geen gekke bijzonderheden. En wat moet je nou heel goed kunnen, sorry ik stond op je flipper, wat moet je nou heel goed kunnen als je duiker wil worden? Nou ja, wat je gewoon moet kunnen is eigenlijk gewoon een stukje doorzettingsvermogen. Je moet willen leren, je moet willen en je moet ook willen laten zien. Dus ja, dat denk ik vooral. Dus alle jonge mensen die nu aan het kijken zijn, eerst beginnen in bad en dan uiteindelijk kun je misschien hier de Noordzee in springen. Als je echt heel graag duiker wil worden, dan moet je zeker bij de marine komen. Het is gewoon een hele mooie club om te zijn. En eigenlijk, ja, iedereen zou het wel kunnen. Het is alleen een stukje in je hoofd. Je moet kunnen klaren, dat is belangrijk. Je moet gewoon onder water niet bang zijn. Vertrouwen op je materiaal en vertrouwen ook op jezelf. Dus weten dat je het kan. Nou, als je een beetje goed kan leren, dan gaat het wel makkelijk, maar dat hoeft ook niet. Als je maar gewoon wil, dat is vooral het belangrijkste.